Nee, dit is niet de bus van Max Verstappen zelf. Maar veel hoeft er niet voor honger te doen. Deze fanbus die door een groep Midden-Limburgers is opgeknapt en volledig is overgespoten in de kleuren van het team van Max. Woonzig vertrokken de fans naar de GP van Oostenrijk. Voor het eerst met de gloednieuwe Max Verstappen fanbus. En die is van alle gemaken voorzien. De bus die was origineel wel al blauw, maar dan wel een andere kleur blauw. Dus die hebben we helemaal klaar moeten maken. Uiteindelijk Sjoerd gespoord, bestikkerd. Van Onger is een hele hoop lastwerk aan die bus gedaan. Het was allemaal opnieuw vanwege de keuring. Dan werden die op afgekeurd. Ja, en dat hebben we allemaal voor elkaar gekregen. Dus net op 7 weken tijd. Vanaf 1 mei hadden we hier de sleutels, zeg maar zo'n beetje kosten we binnen in de loods. En daar staat hij ook normaal gesproken. Dus. Nou, op tijd klaar voor de grote race van zondag. Ja, ja, uiteraard. Hè. Daarom vertrekken we nu. Hè. Mocht het tegen zitten, dan zijn we in ieder geval toch wel op die taal, denk ik. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. We hebben er vertrouwen in. We hebben die bus daar onder ook gehaald tussen Nuremberg en München. Dus dat moet goed komen op een of andere manier. Dus, witte weg. Voor witte weg. Ja, die bus ook. Ja. Dat is even kijken van binnen. Wat heb ik er allemaal aan boord? Ja, ja, de bus is een originele boven VDL. Dat is een Nightliner. Maar dat kan je zo zien als je binnenkijkt. Dat is, eigenlijk is hij al kan je klaar ingericht als camper. Ja, vooraan zit de chauffeur, bier hier. En hier kennen de rest van de personen zitten rond vermogen met 8 man plus chauffeur. Dan 9 man over hier in die bus. En dus ik moet me nog een beetje bukken. Ja, dan kunnen ze van hier ook in de sloopgedeelte met keuken, zeg maar. Een ijskazin, een magnetron. En hier, dat zijn allemaal bedstieren, zeg maar. Ja, we hebben hier de uitgang, dus dan nog een wc in, maar die gebroken van hier. En dan hebben we hier achterdoor. Ja, dan heb je dat de man cave, zeg maar. En wat er voor, ja, kunnen we hier een beertje drinken, maar met dat weer drinken we dat moeten. En, normaal gesproken, als slecht weer is, kunnen we hier fijn vertoeven. En met wie man de schouder? Nu in totaal met 11. Er komen er nog 2 vrienden naar, die komen met de vleger. En dat is het ene sponsor bij, want we hebben natuurlijk ook heel veel gesponsord door verschillende mensen. Dus zelfs opa Verstappen uit met sponsoren, dat vond je het geweldig. We zijn zondag ook gemofferd geweest met de bus. We waren net klaar voor de race. Dus even met z'n tweeën even rijden, daar hebben we ook al heel veel bekijks gehad. Maar ik denk dat daar in Oostenrijk zelf ook heel veel bekijks op afkomt, want ja. Dat heet eigenlijk niet eens dit. Ik denk dat ze allemaal denken dat Max Verstappen hier binnen zit. Ja, dat zou goed kunnen. Joh. We hebben ook wel op Facebook dingen voorbij zien komen van motorhome van Max Verstappen en zo. Maar ja, dat is gewoon, ja, ik heb die bus toen zien staan. Ik heb Arjan, mijn maat, heb ik dat gezegd. Ik zeg, luister, we waren van plan om die bus. Hebben we die gezien, over en weer bellen en uiteindelijk ja, hebben ze opgehaald. Hebben ze een goede koop kunnen kopen. En, ik ben er nog veel verhangerd of vast. Nee, nee, dit was origineel. Dit is allemaal origineel. Daar hebben we niks in gedaan. Alleen zuiver maken. Ja, 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 voor de rest was dat. Ja, dat is eigenlijk een bus, zeg maar, die voor rockbands en VIP's met verveurd werden. Ja. Of werden in het verleden. Ja, nu nog steeds toch? Nog ja, steeds VIP's. Ja, nu zitten er nog 9 VIP's die wat vandaag vertrekken naar Oostenrijk.